Leuk dat u weer kijkt naar het YouTube-kanaal Fire & Food TV, het kanaal over het barbecuen. Wat we vandaag gaan doen is iets heel aparts natuurlijk. We gaan nu ook namelijk nagerechten klaarmaken op de barbecue. Want het is niet alleen maar vlees en vis de klok slaat. Maar ja, dit keer gegrilde aardbeien in een kerfhul. Vind ik lekker. Ja, dat wordt lekker. Gaan we doen. Bastia, gaat het eens even uitleggen. Ga ik met veel plezier wederom doen. Aardbeidjes, daar gaan we eerst even wat lekkers mee doen. Hier heb ik een poedersuikertje. Voorbereid met een zest van een citroen, wat gemixt door die poedersuiker. Ja. Wat gaan we daarmee doen? Hier heb ik een likeurtje. Hoe liever, hoe langer, hoe heet dat? Dus het is niet voor de kinderen? Zeg. Nee. Ja, dat kan je zonder likeur doen in oranje. En dit dopen we er even zo in. Hier rollen we dan door dat dingetje. Ja. En dan leggen we hem in het bakblik. Ja. En dat doen we met al die aardbeidjes. Dan sprinkelen we daar de pistasnootjes overheen en dan gaan we dat gillen. Oké. Deel 1. Dan moet ik aan het werk. Ja, dus dat kan Edwin doen. En omdat het likeurtje zo lekker is, even zo zeggen, gaan we daar nog wat meer mee doen. Behalve een keer een slokje drinken, maar niet nu. Is dat hem heel even licht besprenkelen, dat cakeje. Zo, heel klein beetje erop. Dan geeft net de cake even net die extra cake die we willen. Die gaan we grillen. Dat doe ik even bij alle cakejes. En dan is het zo meteen barbecue. Nou, we hebben ze helemaal lekker klaargemaakt, Bastiaan. Ziet er goed uit, hè? Mooi. Wat gaan we er nu mee doen? Dit gaat naar de barbecue en deze ook. Oké. Okay. En ja, aardbeien is natuurlijk een geweldig product. En heerlijk om dat even zo op deze manier op te warmen. Lekker met die liqueur die eraan zit en de suikers. Pistasnootje erbij. Mag hier een bakplaatje? Ja. En wat we even ondertussen met de cakejes doen, die geven even heel kort een grillstreepje. Wees wel snel. Heel snel, hè? Want zal ik die de pannen verbranden dan? Ja. Voor het draaien. Hoe snel is snel? Ja, heel snel. Kijk, zie je dat? Zoiets? Of iets langer nog? Ietsje. Dat we even een mooi streepje hebben. Check. Hè? Nou, ik wil heel even. En dan, als je hem dan een kwartslag draait, dan nemen we een mooi geel streepje. Laat het even. Nou, we hebben ze ondertussen natuurlijk even gedraaid. Ja. Dan zijn ze nu klaar. Yes. En dan kunnen we het bakje van de aardbeien even verschuiven naar het directe gedeelte. Zodat we even mooi wat warmte in krijgen. Dat mag best wel. Zodat we een beetje gaan karmissen. Hebben we dit vast klaar? Laten we dit lekker staan. En dat is wel even leuk om te kijken. Ik heb hier een vinaigretje gemaakt. Daar hadden we straks met de aardbeien mee gaan besprenkelen. En dat is ahornsiroop. Kervel zit erin. Daar zit hazelnotenolie in. En dat hebben we lekker geklopt. En dat is een heerlijk lekker zoetje voor bij de aardbeien zo meteen. Hele bijzondere combinatie. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. We wachten nog even op de aardbeien tot die op temperatuur zijn en maken we het af. Nou, ze zijn klaar denk ik weer, Bastiaan. Ze kunnen. Mooi, hè? Ja, ze zien er geweldig lekker uit. Natuurlijk even een handdoekje gebrakken. Ja. Oeh, moest kijken. Geur, hè? Alleen die geur alweer. Ja. Zo, ik heb al even een klein glaasje zo hier voor. Ja, heb je al klaargezet, hè? Ja. Met het dingetje erin. En wat we dan doen is dat we daar zo. Dit is ook weer een geweldig nagerecht, hè? Ja want dat zo betekent. Zie je maar hoe makkelijk en eenvoudig eigenlijk barbecuen is. Ja. Hè? En hoeveel en zo, leuke dingen je eigenlijk kan doen. Ja, en met een klein beetje meer kun je er toch zoveel beter van maken dan een speklapje of een barbecue worstje. Die natuurlijk ook geweldig lekker zijn. Ja, maar dit is ook wel. Dit is helemaal. Toch? Ja, dit is helemaal lekker. En dan met dat vinaigretje, daar zit wat balsamico er ook in. En dat druppelen er overheen. Maar dit is niet voor de kinderen, hè? Dat moet je, dan moet je aardbeien. Precies. Dan moet je liqueur een siroopje gebruiken. Ja. Nou ja, en zo kan je het natuurlijk perfect voor iedereen maken. Maar. Nou, ik. Een geweldig toetje, dan zeg ik het zelf. Charmant, hè? Hij ruikt ook lekker. Heerlijk. Ja, ik ruik gewoon die drank. Ja, die is ook lekker. Ja, de drank is lekker altijd. En wilt u het recept nalezen, dan kan dat natuurlijk altijd. Kunt u onderkijken voor de details. Als u het heerlijk vindt, like het. En uiteraard kunt u zich nog steeds gratis abonneren op ons YouTube-kanaal Fire & Food TV. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en eet smakelijk.